Duurzame transitie is niet mogelijk voor kleine en middelgrote ondernemers die kleding stikken in Albina en Mungo. De reden hiervoor is dat er een tekort is aan financiën voor deze groep. Dat is de conclusie die Rinja Douglas trekt tijdens haar afstudeerpresentatie vanmiddag. De titel van haar afstudeerproject is De transitie binnen de kleine en middelgrote ondernemers naar duurzame ontwikkeling. Douglas gaf als aanbeveling mee dat de groep stickers moeten proberen om naar internationaal niveau uit te wijken. Aanbeveling? Ze moeten samen gaan werken, willen ze duurzame innovatie doorvoeren. Ze moeten ook rekening houden met hun milieu. Ook gaan richten naar buitenlandse markt. Frans Guyana. Ondernemerschap gaan stimuleren. Waarom? Dan is er groei voor de gemeenschap. Dan werken de mensen. Ondernemerskredieten, daar kunnen ze helemaal niet gaan. Je hebt geen ondernemingsplan. En de banken zoeken altijd heel veel zaken waarvan deze SME's, ze hebben het niet. Ze komen dus niet in aanmerking voor ondernemerskrediet. Marowijne moet gaan vergroenen. Daarom Marowijne. Marowijne moet gaan voor groen. Marowijne moet gaan voor duurzaam en innovatie. Maar wina, ik go voor egi koni, egi money en egi do. Douglas gaf aan dat het probleem voor deze groep stickers is om aan financiën te komen of om krediet te krijgen. Zij legt uit wat de verschillen tussen stickers in Marowijne, Paramaribo en Wanica zijn. Waarom? Je weet niet hoeveel klanten je krijgt. Het hangt af van je populatie waar je bezig bent. Kijk bijvoorbeeld mensen hier in de stad. Al de grote districten heb je meer mensen. Maar daar is het niet zo groot. Dus voor de mensen daar op Mungo en Albina, om in aanmerking te komen, moeten ze hun eigen huis hebben. Hun eigen pand. De banken kijken naar hun kosten en winstenstaat. En dat is heel moeilijk. Dus het is heel moeilijk voor hun om dan aan financiën te komen. Maar het ministerie is dan wel daar, het ministerie van Economische Zaken, om hun dan te helpen. Want ze hebben wel een afdeling om deze groepen te helpen. Zodat ze met het weinige dat ze krijgen, om toch nog hun geld dan te betalen. Hun leningen af te lossen. Douglas studeerde af met als eindcijfer 7 en verkreeg daarbij de titel van Master in Business Administration in Innovation and Technology.